We doen dus ook de vaatwasser inruimen. We doen ook de was van sommige cliënten. Lisanne staat vandaag op een groep met dementerende ouderen. Ze werkte altijd in een schoenenwinkel, maar maakt nu de switch naar de zorg. Het is gewoon superbelangrijk dat er zoveel mogelijk mensen in de zorg gaan werken. En ik vind de zorg gewoon heel leuk. Hier bij de Rijnhoven zoeken ze al langer mensen uit allerlei werkvelden. Vorig jaar augustus kregen KLM-stewardessen die een baan zochten een opleiding om in de ouderenzorg te gaan werken. Maar uiteindelijk belandde er maar één daadwerkelijk in het werkveld. Ik denk dat de processen bij een luchtvaart enorm strak georganiseerd zijn. En bij ons wordt best wel veel gevraagd van flexibiliteit, complexe planningsvaardigheden, et cetera. En het werk zelf kan best confronterend zijn. Iemand wassen bijvoorbeeld. Dat is best heftig in het begin. En natuurlijk ook mensen met dementie, verschillende soorten dementie. En dat is ook nog wel een beetje indruk van hoe mensen reageren. Mensen kunnen best wel onverwachts reageren. Maar eigenlijk, als je de mensen leert kennen gaandeweg, dan komt dat meestal wel goed. Voor Lisanne werkt het dus wel. Maar dat geldt niet voor iedereen. Het is geen makkelijke baan. En je moet er echt hard voor hebben. Het is wel zwaar. Het kan heel zwaar zijn. Helemaal nu met corona is het best wel zwaar. Want je hebt mensen die uitvallen. En dan word je wel eens opgebeld om extra te komen werken. Dus het is vooral eigenlijk belangrijk dat er zoveel mensen in de zorg komen werken.